Yeah, something like that. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom in het Matjek Memorial Breda. Ik ben Richard Tieskens en namens het Memorial heet u allen van harte welkom bij deze lezing. Het Matjek Memorial Breda is er natuurlijk om te herdenken de generaal Matjek, de Poolse bevrijders van de stad Breda. Precies in de afgelopen weken natuurlijk, wij hebben hier als Bredana's weer de vrijheid gevierd. Als u overigens de vrijheid samen met ons wil vieren, dan kunt u na afloop ook nog even, als we er niet te dicht op elkaar zitten, een poppetje plaatsen op dat mooie plateau. Dat is de manier eigenlijk om de vrijheid samen te vieren, omdat we dit jaar in het weekend rond 29 oktober niet in staat waren hier bij de jaarlijkse herdenking op het Ereveld. Het memorial wil dus gedenken de Poolse strijders, het verhaal van generaal Matjek en de 1e Poolse Panzerdivisie en de vrijheid die wij daaraan te danken hebben. Maar het is niet alleen de gedenken, het is juist vooral vooruitkijken. Vrijheid. Wat betekent die vrijheid die we 75, 76 jaar geleden inmiddels verkregen hebben? Wat betekent die nu? En daarom zijn we heel blij met samenwerking met de organisatie van de vrijheidscolleges om daarover het gesprek met elkaar aan te gaan. En dat is een van de eerste keren dat we dat doen in dit memorial vanavond, maar dat is juist de bedoeling van het memorial. Dus natuurlijk willen we kijken vanuit het verleden, maar vooral wat betekent dat voor de toekomst. En daar heeft de Vrijheidscollege hebben daar een prachtig curriculum voor en daar gaan wij vanavond met z'n allen van genieten. Ik geef graag het woord aan Marcel, yes, die voor jullie de avond zal modereren. Ja. Loop ik even achter jullie langs. Doe ik dat even zo. Welkom allemaal. En ik wil tegelijkertijd ook zeggen welkom aan de mensen die thuis zitten te kijken. Want we weten het allemaal, we mogen hier nu nog even met hooguit 30 mensen bij elkaar zijn. Maar na vanavond 10 uur is dat voorlopig weer voorbij. Dus de komende keren dat de vrijheidscolleges plaats zullen vinden, zal dat ook weer volledig online zijn. Dus ik zeg aan jullie hier aanwezig in het Matjek Memorial van harte welkom. Maar ook aan de mensen thuis van harte welkom. Leuk dat je kijkt en laat vooral ook weten wanneer je vragen hebt aan Gijs. Dan kunnen we die meenemen straks ook wanneer we aan het einde van het college zitten voor in de vragenronde. Mijn naam is Marcel, ik ben programmamaker, presentator. Ik vind het heel fijn om vanavond jullie moderator te mogen zijn. En ik sta hier dan namens Stichting Vrijheidscolleges. Colleges in de aanloop naar 5 mei. En dat is nu dus helemaal in de livestreams. Normaal gesproken zou je zeggen, is dat niet alleen in livestreams, maar ook fysiek bij elkaar. Afgelopen week hier nog Diewertje Blok, kindercollege met kinderen. Komende week, dus dat zal 12 november zijn, vanaf dan dus zonder publiek, zonder live publiek in ieder geval, Sinan Tjaan. Daarbij zijn jullie ook van harte uitgenodigd om dat te gaan bekijken. En alles gebaseerd op de 4 vrijheden van president Franklin D. Roosevelt. En ik mag dat met jullie delen. De vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, vrijwaring van angst en vrijwaring van gebrek. Colleges over de vraag, wat betekent vrijheid voor jou als spreker? Sprekers met een eigen verhaal, met een eigen gezichtspunt. En die allemaal een andere blik daarop kunnen delen. Wil je daar meer over weten? Check dan vrijheidscolleges.nl voor alle informatie. Deze serie wordt dus mede mogelijk gemaakt door het Matjek Memorial. En het programma is eigenlijk heel simpel. We gaan zo naar jou luisteren, Gijs. En dan mogen jullie allemaal vragen stellen. Heb je vragen? Dan wil ik je nu alvast vragen om die dus helemaal te bewaren tot het moment dat Gijs is uitgesproken. En dan om ze zo bondig mogelijk met mij te delen, want dan kan ik ze ook herhalen voor de mensen die thuis zitten te kijken. Als we vragen gaan stellen van 8 zinnen, dan weten de mensen thuis niet meer of we nog bezig zijn of inmiddels zijn begonnen met een illegale borrel. En dat doen we niet. Dus als je thuis zit te kijken, dat is niet het geval. Onze spreker, overste Gijs Tuinman, luitenant-kolonel, ridder in de militaire Willemsorde, hoogste militaire onderscheiding voor zijn verdiensten in Afghanistan, was meer dan 10 jaar op missie en is nu hier met ons. Soldaat, militair commando en dan nu docent in krijgswetenschappen. Ja. En zijn verhaal heet Vrede en Veiligheid, Utopie of Realiteit. Gijs, het is aan jou. Mooi, welkom.
Welkom vandaag in het MagSec Memorial in tijden van crisis eigenlijk. En goed net aangegeven, vrede en veiligheid, een utopie of een realiteit. Maar eerst even voor u. Voor wie voelt eigenlijk de huidige situatie als een vorm van crisis? Iemand? Wie denkt dat we in staat van oorlog verkeren met corona? En dat vrede met corona een utopie of een realiteit is? En hoe ver zijn we bereid om vrijheid in te leveren voor een coronavrij leven? De persconferentie van gisteravond bijvoorbeeld. Een noodzakelijke inperking van uw vrijheid voor, jawel, uw vrijheid. Ik heb de laatste 20 jaar op 3 manieren intensief ervaren hoe de wereld van oorlog, vrede en vrijheid zich in de grootst mogelijke diversiteit manifesteert. Allereerst als een jong mannetje met wijdgespreide ogen en oren open, luisterend naar de verhalen van Tweede Wereldoorlog-veteranen. Vervolgens als militair. 5 keer uitgezonden naar regio's vol oorlog en conflict. Met als opdracht die samenleving een veiligere toekomst te bieden. En vandaag als scholar of war, of beter gezegd krijgswetenschapper. Met aandacht voor de fenomenen oorlog, conflict en strategie. Nou, vanuit deze 3 verschillende lenzen wil ik u vanavond meenemen via 3 persoonlijke verhalen en ervaringen met oorlog, vrede en vrijheid. Ik zal zo starten allereerst met de krijgswetenschappelijke lens, de Scholar of War. Daarna de ervaringen van de WO2-veteranen met u delen. En tenslotte mijn eigen missieervaringen. En dan zal ik de takeaway voor vanavond eigenlijk al meteen prijsgeven. En dat is een cliché die u vast al vaker heeft gehoord. Vrede en vrijheid zijn niet gratis. De vraag die volgens mij daarom centraal staat vanavond is waarom. Waarom eigenlijk? Waarom is vrede en vrijheid eigenlijk niet gratis? Is vrede en vrijheid dan een utopie? Een nastrevenswaardig concept dat ons houvast geeft in moeilijke tijden. En dat niet alleen, is ons waarde-normenkader, ons ethisch en morele besef eigenlijk valideren. Met andere woorden, is het dan een niet-realistisch concept dat haalbaar is of niet haalbaar is in onze vuilbare wereld? Of is vrede en vrijheid een reëel construct, waarbij onze samenleving in balans is en in een constructieve relatie staat tot andere samenlevingen? Een situatie die stabiel is en schokbestendig, die helaas af en toe verstoord wordt door kwaadwillenden die op zoek zijn naar eigen belang, prestige of de macht over anderen. Een wereld die bestaat uit goed en slecht, maar ook een wereld die bestaat uit winnaars en verliezers. Of, zoals een gezegde uit de oudheid ons informeert, winners take what they can and losers suffer what they must. Dit soort overpeinzingen brengt ons eigenlijk bij die eerste lens, de krijgswetenschappen. Een vrijheidscollege op basis van die 4 Freedoms van Roosevelt, in aanloop naar 5 mei, verdient een verdiepende beschouwing op de ideeën die we hebben over oorlog, vrede en vrijheid. De filosoof Immanuel Kant bijvoorbeeld zei al in 1784, wees niet bang. Niemand hoeft jou te vertellen wat je moet denken. Dit gedachtegoed is voor mij ware vrijheid. Autonoom kunnen denken en doen. Daarnaast voegde Kant nog iets toe wat waardevol is in het denken over oorlog, vrede en vrijheid. Kant voegde aan de ene kant het rationalisme en de andere kant het empirisme samen. Of anders geformuleerd, het redeneren en ervaren. Oftewel, denken en doen. Tegenpolen als een these en een antithese, die samen frictie en spanning opleveren. Het oplossen van deze spanning, daar gaan we vandaag een poging toe wagen, leidt tot het beter begrip. Een beter begrip van het geobserveerde, de synthese. Volgens Kant was de verstandelijke kennis kwam overeen met de werkelijkheid. Maar dat kwam omdat het menselijke verstand
die werkelijkheid structureerde. Tijd en ruimte vormen geen absoluutheden, maar aanschouwingsvormen van het menselijke brein. We creëren dus zelf ons eigen ideaalbeeld. We creëren zelf het beeld dat vrijheid en vrede samengaan en dat oorlog en conflict hun tegenpolen zijn. Oorlog en vrede zijn dus dan ook geen absoluutheden of universele begrippen. Het betekent voor iedereen iets anders. Een volk dat bijvoorbeeld onderdrukt wordt door een dictator, waar honger en gebrek de dagelijkse werkelijkheid zijn, kan de greep naar georganiseerd geweld voelen als een kans of een weg richting verlichting en zelfs bevrijding. Ik ben zeker geen ambassadeur voor oorlog. Maar ik stel mezelf wel de vraag of oorlog en vrede nou eigenlijk wel elkaars tegenpolen zijn. Waarbij vrede het goede is en oorlog het slechte. Deze vorm van redeneren zou dan tot de conclusie leiden dat oorlog en conflict altijd niet wenselijk zijn. Het is namelijk slecht voor alle betrokken partijen. Deze gevolgtrekking, oorlog is slecht, wordt in de wetenschappelijke literatuur eigenlijk al sinds de oudheid omkracht. Thucydides, die in 400 voor Christus deelnam aan de Peloponnesische oorlog, dat zegt jullie niks, maar dat is de moeite waard om het boek eens een keer erbij te pakken. In zijn boek The History of the Peloponnesian War schreef al over de drie drijvende krachten achter het fenomeen oorlog. Op basis van zijn ervaring en de redeneren vond oorlog plaats op basis van interest, honor en fear. Belangen, eer en angst. De triptych. Oorlog diende volgens Thucydides een rationeel en tegelijkertijd twee niet-rationele doelen. Hier in Europa hadden we de invloedrijke Duitse strateeg Karl von Clausewitz. En die zei er later in zijn opus Vorm Kriege het volgende over. Oorlog kenmerkt zich door de samenhang van drie krachten. Passion, reason en chance. Wederom een samenspel van de ratio, reason, emotie, passion, met de toevoeging van de ongrijpbaarheid van de uitkomsten van de oorlog. Toeval, die niet altijd toe te schrijven zijn aan overwogen beslissingen van een van de beide partijen. Hoewel beide strategen verschillende elementen benoemen, kunnen we er wel degelijk een synthese uithalen. Oorlog is enerzijds een rationele activiteit die deelnemers in staat stelt hun belang of doelstelling na te streven. Oorlog en vrede als een reëel construct met verliezers en winnaars. Anderzijds schetsen beide scholars ervoor dat oorlog ook een niet-rationele activiteit is. Gedreven door angst, eerzucht, macht, maar ook toeval, geluk en samenloop van omstandigheden. Voor Nederland zien wij de functionaliteit, zoals in de westerse wereld, het beste te beschrijven als het van oorlog, het voortzetten van politiek met andere middelen. Het uitvoeren van oorlogsgerelateerde activiteiten is instrumenteel en vindt dus plaats binnen het politieke primaat. En binnen de grenzen van onze democratische rechtsstaat, dus het recht. Met andere woorden, oorlog is een means to an end. Een middel dat als land of samenleving aangewend kan worden om een doelstelling zoals de Four Freedoms van Roosevelt veilig te stellen. Voor ons betekent dat dat de doelstelling en de daarvan afgeleide hoofdtaken voor de Nederlandse krijgsmacht verankerd zijn in onze grondwet. Artikel 97. Wie heeft artikel 97 wel eens gelezen? Zijn er weinigen? Oké, hier komt het citaat. Ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van de belangen van het koninkrijk, als mede ten behoeve van de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde, is er in Nederland krijgsmacht. En de regering heeft daar het opgezag over, over die krijgsmacht. En wat we hier eigenlijk zien, is van Clausewitz puur zang. Oorlog as a means to an end. De verdediging en bescherming van onze belangen en die van anderen. Klassiek gezien was oorlog dus voorbehouden voor staten. Het internationaal gewapende conflict, bijvoorbeeld tussen Irak en Iran. Alleen het aanwenden van geweld, uitbuiten van conflict, vinden niet altijd plaats in de context van openlijke oorlogen tussen staten.
In toenemende mate zien we statelijke activiteiten onder die drempel van oorlog. Maar nog belangrijker, niet-statelijke actoren zoals IS, Al-Qaeda, maar ook bijvoorbeeld de Taliban, ondernemen activiteiten die we onder oorlog kunnen verstaan. Het niet-internationale gewapende conflict. Veelal op voor ons ondergrondelijke redenen. Maar het belangrijkste is eigenlijk, laten we niet vergeten dat oorlog gevoerd wordt door mensen. En dat oorlog dus een extreme vorm van menselijk ofwel sociale interactie is. Het framen van oorlog als een slechte kant van menselijke interactie enerzijds en de vrede als de goede kant anderzijds is niet per definitie bruikbaar voor goed begrip van oorlog, vrede en vrijheid. Ik besef me heel goed dat op het gebied van waarden en niet tastbare elementen van menselijkheid dat anders ligt. De Tweede Wereldoorlog, geframed als een gevecht tussen goed en kwaad, past wel degelijk vanuit een empirisch of waardegedreven gezichtspunt. De Holocaust, verheerlijking van raciale kenmerken of het systematisch inperken van de vrijheden van de minderheden en andersdenkenden zijn gewoon verwerpelijk. Maar laat me aan de hand van een voorbeeld een nuance aanbrengen. Een nuance in die eenzijdige tweedeling van oorlog is slecht en vrede is goed. De Eerste Wereldoorlog. Tussen de geallieerden aan de ene kant en Duitsland aan de andere kant van 1914 tot 1919 werd beëindigd met het Verdrag van Versailles. Door internationale historici tegenwoordig gezien als een wurgverdrag. Met minimale mogelijkheden voor de Duitsers om een leven op te bouwen als samenleving met eerbied, waardigheid en vrijheid. Historicus Holger Herwig, nog een boek, schreef in zijn boek Decisions for War dat de Tweede Wereldoorlog een onuitkombare uitkomst was, voortkomend uit de vernederende maatregelen in het Verdrag van Versailles, wat volgens hem geen vredesovereenkomst was, maar een oorlogsverklaring naar de toekomst. Een ander voorbeeld. Westerse denktanks en politici bestempelden de huidige Chinese activiteiten in de Zuid-Chinese Zee als vijandig. De EU, de NAVO met de Verenigde Staten voorop bestempelen de Chinese aanleg van die eilanden in de internationale wateren als een act of war, een oorlogsdaad. De Verenigde Staten hebben een extra vliegdekschip naar de Zuid-Chinese Zee gestuurd en stellen de Chinese economie op de proef met vergaande sancties. Dit zijn sancties die vervolgens door de Chinese president Xi Jinping worden bestempeld als een Amerikaanse act of war. Ondertussen is er nog geen schot gelost, geen bom gegooid en ontbreekt het wapengekletter. En hier wordt het volgens mij interessant. Technisch leven we in vrede met China, maar onze vrijheden liggen wel degelijk onder vuur. Oorlogsretoriek is te vinden in de woorden, sancties, producten in de supermarkt, invloed op anderen via de VN, World Health Organization, Wereldbank en de NAVO. En dat terwijl deze instituties juist na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog zijn opgericht om de verwoestingen van oorlog de mensheid te besparen. Mijn punt hier is dat het mij niet zozeer gaat over wie gelijk heeft en wat verwerpelijk is, maar dat er verschillende waarheden zitten in het concept oorlog en vrede. En zeker vanuit de positie waar wij ons nu bevinden. Terugkijkend op wat geweest is en vooruitkijkend op wat komen gaat, moeten we oppassen dat we niet alles proberen te begrijpen en te verklaren vanuit onze eigen overtuigingen en onze eigen vooroordelen. We moeten ons in kunnen leven in de situatie, empathie kunnen tonen voor de ander. En dat levert wellicht nieuwe gezichtspunten op. Oorlog en vrede zijn niet per se elkaars tegenpolen. Oorlog en vrede zijn twee gezichten van dezelfde rijksdaler. En wat bedoel ik hiermee? Zodra we oorlog afpellen als een ui en tot de kern komen, dan komen we tot de ware openbaring eigenlijk. Oorlog en conflict zijn een menselijke twist. Het gaat dus over het opleggen van de wil van de ene op de andere en vice versa. De basis daarin vormt de overtuiging van het eigen gelijk van de een en de verwerpelijkheid van de ander. Beseffende dat oorlog in ons hoofd
de voortzetting is van politiek met andere middelen en dus een rechtmatig en ethisch juiste onderneming. Gedreven door angst, passie, eer, geluk en belangen. Maakt het tot een zeer complexe verschijning die beter getypeerd kan worden door de vele tinten grijs dan door de uiterste van zwart en wit. Voor mij is vrede dan het wankele evenwicht tussen oorlog aan de ene kant, het geweld, en oorlog aan de andere kant, de retoriek. En het gedraagt zich als een pendule, met oorlog aan beide zijden, waarbij de vrede in het midden hangt, met een klein duwtje in onbalans raakt en we zwaaien van links naar rechts. En vrede, het wankele evenwicht in het midden, vereist continue inspanning, discussie, overleg en activiteit. Ik heb het nu gehad over oorlog en vrede. Maar wat ons eigenlijk allemaal om te doen is, is wat? Vrijheid. Vrijheid van meningsuiting, religie, vrijheid in denken en doen. De eerste vraag die ik dan voor u heb, is vrijheid vanzelfsprekend in vrede? Is vrijheid vanzelfsprekend in oorlog? Is vrijheid vanzelfsprekend in de fase tussen oorlog en vrede? Denkt u daarbij eens terug aan het Chinese voorbeeld van zojuist. En wat? Wat is vrijheid dan? Vrijheid is enerzijds de winst die voorkomt uit vrede, en anderzijds de mogelijkheid om repressie en onderdrukking te kunnen bestrijden. Vrijheid is niet alleen een fysieke waarde, maar meer nog een gevoel. Een intrinsieke overtuiging dat je, of we beter, niet belemmerd worden in ons denken en doen. Het gevoel van vrijheid kan zelfs zitten in het bestrijden van onrecht, maar ook in het ervaren van rust, regelmaat en stabiliteit. En dit is de lens van de krijgswetenschapper. En neemt u die achtergrond over oorlog, vrede en vrijheid met u mee. We komen hier nog op terug als we ook door de andere lijnen hebben gekeken. Die van de WO-veteranen en mijn eigen ervaringen. Laten we beginnen met de tweede lens. De veteranen. De verhalen van Piet van Hoek uit Werkendam en de Poolse officier Kootnitschki van de 1e Poolse Panzerdivisie, de Bevrijders van Breda. In januari 2015 leerde ik Piet van de Hoek kennen. Piet kreeg toen zijn militaire Willemsorde in 1948. Net na de Tweede Wereldoorlog van de toenmalige koningin Juliana. En Piet was een bijzondere verzetstrijder. Met een groep van 21 liniecrossers was hij tientallen keren in het geheim en met gevaar voor eigen leven de Biesbosch doorkruist. Om verbinding te onderhouden tussen het bevrijde deel van Nederland, Brabant, en het nog bezette deel, Zuid-Holland. Via dit gebied, dat alleen voor de kenners begaanbaar was, werden mensen, medicijnen en goederen naar de overkant gesmokkeld. Voor Piet was het de normaalste zaak van de wereld. Hij zei erover tegen mij, het hoorde er gewoon bij. Ik was een crosser. Piet was nooit militair geweest. Hoewel hij dat wel wilde. Hij was voor de oorlog afgekeurd van militaire dienst. En toch nam hij, zoals vele verzetstrijders in Nederland, de wapenen op. En kwam in verzet tegen diegenen die vrede en vrijheid van de Nederlanders ontnomen hadden. Piet, geboren en getogen in Werkendam, had een onwrikbaar vertrouwen in de verlosser. En zei tegen mij, na elke gelukte crossing dankte ik God dat ik weer gespaard blijf. Ik heb beide boeken van Piet, ik herinner mij, en liniecrossers de afgelopen jaren nog menigmaal nagelezen. Mijn interesse werd gewekt door de ontmoeting die ik met hem had in januari 2015, net voor zijn overlijden. Piet vertelde over zijn ervaring in de Biesbosch en de oversteek van 13 januari in 1945. Waar Piet samen met Thijs Spelen gevangen werden genomen door de Duitsers en verplaatst naar het kamp werkkamp Waterlau in Amersfoort. Piet vertelde over zijn lijden tijdens het gevangenschap, de ontsnapping en ook de terugtocht naar Werkendam. Twee van zijn maten, die in maart en april 1945 gepakt werden, hebben het helaas niet gered.
Eike van Driel en Cornelis van der Zanden zaten maandlang vast. En werden tijdens hun gevangenschap verhoord en mishandeld. En uiteindelijk op 30 april 1945 gefusilleerd op het Fort de Bilt. Desondanks hervatte Piet direct na terugkomst in Werkendam zijn liniecrossen tot de bevrijding een feit werd. En toch, tot op de dag van vandaag is er discussie in de dorpen van de Biesbos over het nut, de noodzaak en het effect van liniecrossen. Want wat is vrijheid eigenlijk waard? Met het redden van de ene riskeren we het leven van de ander. Risico's voor anderen die zich daar vaak zelf niet eens bewust van zijn. Medicijnen die aan de bezette kant noodzakelijk zijn voor het leven van de kwetsbaren en de onderdrukten leiden in dit geval tot willekeurige represailles onder de families in Werkendam en Sliedrecht. Het gevoel van vrijheid voor Piet en zijn liniecrossers kwam na het einde van de oorlog, met de capitulatie van de Duitsers. Voor Piet gingen vrede en vrijheid hand in hand. Vorige week trof ik Frans Ruksinski hier in het Poolse Memorial aan. Frans is de zoon van een van de soldaten van generaal Maksek. Hij was mijn docent kruikjeswetenschappen in 1998 aan de KMA. Frans legde aan mij uit dat toen de bevrijding in de winter van 1944 stokte, vele Poolse soldaten werden ingekwartierd bij de Bredaarse bevolking. Het was een bewuste keuze van generaal Maksek. Hij vond het belangrijk dat zij weer even konden ervaren wat huiselijkheid is na alle doorstane verschrikkingen. Op die manier werden vele vriendschappen gesloten en liefdes bloeiden op. En zo is de geschiedenis van de bevrijding van Breda en ons samen zijn vandaag hier ook de geschiedenis van Frans en een beetje van mij geworden. Frans, bedankt voor wat jij doet, voor de herinneringen aan deze helden. En bedankt vanuit hier eigenlijk aan alle Poolse bevrijders en hun geliefden. Generaal Maksek en zijn 1e Poolse Panzerdivisie hadden tot doel het beschermen en verdedigen van wat voor de Polen belangrijk was, namelijk een vrij Polen. Het doel van generaal Maksek was het vaderland bevrijden van de overheerser. En toch, op 28 oktober 1944 staan de Polen voor Breda en nemen een dag later, na stevige gevechten, de stad hierin. De tankcommandant Kohutnitsi zei daarover: generaal Maksek had bevolen zo min mogelijk schade te veroorzaken aan deze historische stad. Dat betekende voor ons dat er maar één tankeenheid de stad in mocht. En verder vooral infanterie. Mijn tankgroep mocht helaas niet mee. Voor de Polen kreeg de bevrijding van Breda een wrange nasmaak. In de herfst van 1944 werd de opstand in Warschau door de Duitsers genadeloos hard neergeslagen, terwijl het Russische Rode Leger buiten de stad afwachtend toekeek. In februari 1945 vindt in het Russische Yalta een conferentie plaats tussen de leiders van de geallieerden, Roosevelt, Churchill en Stalin. En daar wordt gesproken over de toekomst van Duitsland, de toekomst van Europa na de oorlog. Voor de Polen betekent dit dat ze onder de invloedssfeer van de Russen komen. Kohutnitsi zegt daarover: die conferentie was een pijnlijke zaak voor ons. Daar heeft Churchill ons land uitgeleverd aan de Russen. Voor jullie is Churchill een held, maar voor mij is het een verrader. In 1947 wordt de divisie gedemoraliseerd. De leden krijgen het aanbod in Engeland opleiding te volgen waarmee ze het burgerleven aan de slag kunnen. Niet iedereen geeft daar gehoor aan. Sommigen keren terug naar Polen, maar naar families die nog in leven blijken. Een grote groep heeft echter een heel anders levenspad, zoals de vader van Frans Ruksinski. In 1942 werden Poolse mannen opgeroepen voor Duitse dienst. Voor de oorlog tegen Rusland hadden de Duitsers behoefte aan mankracht. Frans' vader kwam in 1944 in Normandië terecht. En daar is hij door de Amerikanen krijgsgevangenen gemaakt. Die wisten dat er Polen gedwongen dienst deden bij de Duitsers en vroegen hen over te stappen naar de geallieerde troepen. Zo is de vader van Frans bij de 1e Poolse Panzerdivisie gekomen. Om hen te beschermen tegen represailles van de Duitsers, in geval van gevangenname, kregen de soldaten allemaal andere namen.
De vader van Frans heette Konrad en werd zo Konrad Adamowski. Vladislav Kuraczynski trouwde vervolgens met een Nederlandse en nam dienst in de Nederlandse leger bij de tanks. Voordien is hij nog gevraagd om terug te keren naar Polen en daar een legerdienst te doen. Het waren officieren van het nieuwe Poolse leger, zei hij. Ze vertelden ons wat de mogelijkheden waren in Polen. Maar s'avonds bij de borrel zegt diezelfde kolonel tegen mij: je moet het niet doen hoor. Ook de vader van Frans blijft in Nederland. Zijn vader komt terug, maar gezien de politieke en economische situatie heeft hij met zijn vader in Polen overlegd en kwam tot de slotsom dat het beter was om in Nederland te blijven. Hij had intussen verkering gekregen, dus dat zal zeker mee hebben gespeeld. Voor Kuraczynski en Kuraczynski betekende de bevrijding van Breda geen vrede. Voor Vladislav en Konrad betekende de capitulatie van Nazi-Duitsland misschien wel vrede, maar eentje met een wrange nasmaak, die van Russische overheersing. Voor beide Poolse bevrijders van Breda betekende vrede in Polen alles behalve vrijheid. Voor hun zat het gevoel van vrijheid wellicht in de gastvrijheid die zij ervoeren in het Brabantse landschap. Het gevoel van universele waarden en universele vrijheid, aangewakkerd niet zozeer door het succes van het behalen van the object of war, een bevrijd Polen, maar in het proces van het bevrijden van Polen hier in Breda. Vanuit Breda wil ik jullie meenemen naar de derde en laatste lens. Mijn persoonlijke ervaringen in Afghanistan in september 2009 in de Zangal-vallei. De eerste klap doorbreekt de stilte in de vallei. Met het fluitende geluid van overvliegende kogels spring ik naar een laag muurtje. Dat we van voren beschoten worden, zie ik aan de ricochets die rond mijn voeten inslaan. Ik duik achter een muurtje en haal voor het eerst adem. De zware boordwapens van de voertuigen in de rivierbedding laten een vertrouwde geroffel horen. Ik kijk door het opstuivende zand om me heen. Iedereen van ons team heeft dekking gevonden, gelukkig. Nu nog van die akker af zien te komen hier. Met een snelle knik maken we één voor één de sprong naar de dichtstbijzijnde kwala. Dat is een klein hutje. De afgelopen dagen en nachten waren we al niet al te gastvrij ontvangen door de lokale boeren. Omdat ze zelf niets hadden kunnen doen aan onze aanwezigheid, waren ze niet te beroerd geweest om de Taliban op de hoogte te houden van onze acties. De hinderlaag was dus geen verrassing. De verschanste Taliban grijpt ons slim aan, precies op de plek waar de rivierbedding een scherpe bocht naar het volgende dorp maakt. Gebruiken ze de hut en irrigatiemuurtjes als vuurposities, terwijl de diepe klappen van de bonkende boordwapens constant groffel worden, springen van hut naar hut om ons dichter op de huid van onze tegenstander te komen. Met een schouderklop word ik door mijn ploegmaten losgeweekt van het gevecht. Moeiteloos nemen ze mijn plek in. Drijfnat en helemaal onder het stof gooi ik mijn rugzak af achter de deuropening van een kleine hut. Met een snelle draai en mijn radio vult de vertrouwde ruis al snel mee horen. De rest van het team baast zich weg door de volgende hutten. Op de radio hoor ik de stemmen van mijn maten. Ze roepen dat ze vastzitten tussen de rondvliegende brokken steen. Krakend wordt de ruis van mijn radio vervangen door de eerste stem van een piloot. De helikopters en vliegtuigen checken gestaag bij mij in. Om de Taliban niet te waarschuwen, laat ik ze buiten gehoorzaamstand een aanvalspatroon opzetten. Met een snelle schets van de situatie stuur ik de Amerikaanse gevechtshelikopters door naar de Amerikanen en de Nederlandse Apaches die hou ik zelf. De oorverdovende herrie in de vallei wordt al snel overstemd door de 30 mm patronen en de Hellfire raketten die uit de lucht komen vallen. Langzaam verandert de vallei in een stoffige mist van kruiddampen en opstuivend zand. De doffe dreunen van onze mortieren maken ritme compleet. Helikopters en mortieren vliegen gecontroleerd door elkaar. Het is een driedimensionaal gevecht geworden. Na de laatste zware inslag maakt de serene stilte zich weer meester over het gebied. Alleen het monotone geronk van rondcirkelende helikopters blijft over. De adrenaline van het gevecht is weg. De euforie van de overwinning lijkt alweer een eeuw geleden. Brandend
trekt de droge woestijn langs mijn longen. Ieder hap naar adem is een opgave. Mijn stoffige schoenen brengen me met iedere stap dichter bij ons eindpunt. Telkens wanneer ik een onzekere stap zet, lijken de warme stenen onder mijn zolen weg te schieten. Het is een constant gevecht met mijn evenwicht. En toch onderdruk ik een grijns. De laatste losse steen schiet onder mijn voeten weg. Ik struikel. Onder het gewicht van mezelf en mijn uitrusting voel ik mijn knieën richting de harde grond storten. Voor ik de grond raak, voel ik twee armen onder mijn oksels. Ik word weer op mijn voeten gezet. Mijn gedachten schieten terug. Na al die maanden aan training en oefeningen. En ik besef me, het gaat helemaal niet over mij. Maar het gaat over het vertrouwen in mijn team en omgekeerd. Ik kijk over het randje van de muur. Links van mij, die kant, vecht een team zich naar voren, maar rechts ook. En de vent naast me met de radio is al bezig een helikopter te bestellen voor een gewonde kameraad. En toch voel ik me hier nu thuis. Ik voel me op mijn plek. Ik voel me vrij en onbevangen. Vreemd eigenlijk, hè? In een omgeving die door velen bestempeld zal worden als oorlog, repressie, onderdrukking en iets wat slecht is. Met angst en gebrek aan de belangrijkste eigenschappen. Een gevoel van oorlog in een moderne tijd. Mijn gevoel van vrijheid heeft dus gek genoeg niet per se te maken met vrijheid of oorlog. Nou, misschien juist wel met oorlog, maar niet per se met vrede. Mijn ultieme gevoel van vrijheid is het moment dat ik voor kan, mag of moet vechten. Het idee juist dat je op kunt komen voor je belangen, waarden en idealen. Misschien dat dat niet zo voelt op het moment van de actie zelf, maar zeker wel terugkijkend daarop. Ik heb door de jaren heen geleerd mijn eigen bril met vooroordelen af te zetten. Dat gaat me niet altijd makkelijk af. Maar met het lezen van de ervaringen van anderen, de beschouwingen vanuit academisch perspectief op oorlog, vrede, vrijheid en een meer, zeg maar, filosofische nieuwsgierigheid met het stellen van vragen aan mezelf, denk ik dat ik heel uit kan komen. Voor Piet was vrede gelijk aan vrijheid. Voor de Poolse bevrijders had vrede niet zoveel met het gevoel van vrijheid te maken. Voor mij is vrijheid het gevoel op te komen voor datgene waar ik in geloof. Afsluitend denk ik dat bezien door deze drie lenzen, de verhalen van veteranen, de ideeën, concepten, theorieën van wetenschappers en met je eigen zienswijze en beleving we heel eind kunnen komen in het beter begrijpen van de relaties tussen oorlog, vrede en vrijheid. Niks is gratis, maar ook niks is wat in eerste instantie lijkt. Vrede en vrijheid zijn een realiteit en utopie in hetzelfde moment. Dank u wel. Dankjewel, Gijs. Dankjewel. Ik ga ondertussen mijn telefoon in de gaten houden. Ja. Dat is ook om te checken of er mensen zijn die thuis zitten te kijken en vragen doorgeven. Die wil ik dan graag aan je stellen. Dus dat is niet om de Champions League uitslagen in de gaten te houden. Nee. En ik wil gelijk ook even checken of er mensen zijn die zeggen, ik heb nu gelijk al vragen en die wil ik heel graag stellen. Ja. Steek dan alsjeblieft. En Marcel, kan ook afspreken dat het gewoon beschouwingen kunnen zijn. Dus wij hebben de wijsheid in een pacht. Dus als je een bepaalde reflectie daarop hebt of een bepaald perspectief, leg het ook vooral neer. Hoewel ik dat heel erg graag zou willen, wil ik daar dan tegelijkertijd aan toevoegen, hou die zo kort mogelijk. Want dat betekent wel dat ik die weer moet vertalen aan de mensen thuis. Ja. En daar zitten ook flink wat mensen te kijken. En die kunnen dat weer niet meekrijgen. Gaat lukken. Omdat ik niet die microfoon onder je neus kan stoppen. Meneer, mag ik beginnen met uw vraag? Ja? Bijvoorbeeld het bereiken van een van die vier vrijheden waarmee je inleiding wil.
die vier vrijheden die zijn volgens mij in de westerse samenleving wel geaccepteerd. Maar dat wil niet zeggen dat dat in alle samenlevingen over de wereld geldt. Ik kan me voorstellen dat Oost-Europa dat daar heel anders is. Als ik kijk bijvoorbeeld op de vrijheid van meningsuiting. Dat die niet als klassiek grondrecht in hun grondwet is opgenomen, bijvoorbeeld. Vind je het dan geaccepteerd dat van hieruit oorlog wordt ingezet als middel om een vrijheid te realiseren die voor ons vanzelfsprekend zou moeten zijn, maar misschien daar niet geaccepteerd is als algemene vrijheid? Ik ga die heel kort even vertalen voor de mensen thuis. Correct me if I'm wrong, of course. Wij vechten oorlogen uit. En dat zien we als middel. Bijvoorbeeld om die vier vrijheden waar we mee begonnen af te dwingen. Als we het hebben over de vrijheid van meningsuiting, dan kunnen we zeggen dat dat in bepaalde landen misschien geen universele vrijheid is. En het daar niet zo geaccepteerd is als bij ons. Welk recht hebben wij dan om oorlog als middel te gebruiken om die vrijheid af te dwingen in landen waar ze die vrijheid niet op die manier ervaren? Vertaal ik hem zo goed? Oké. Okay. Vind ik een hele goede vraag. Ik heb er ook geen concreet antwoord op. Maar wat ik wel misschien op kan reflecteren is bijvoorbeeld hoe we daar in de krijgsmacht mee omgaan. Ik werk zelf als een docent bij de hogere defensievorming, waarbij we een select clubje mensen proberen voor te bereiden op het leiden van de krijgsmacht in de toekomst. En ik denk wat het allerbelangrijkste is precies uw observatie. Het besef dat wat wij universeel noemen, misschien niet per definitie universeel is op elke plaats en tijd zoals wij dat zelf zien. En ik wil er nog één ding over zeggen. Wat we bijvoorbeeld proberen te doen is, als we het hebben over geschiedenis is belangrijk, maar het gaat niet alleen over je eigen geschiedenis. Dus het gaat ook dat wij moeten onze eigen geschiedenis vanuit Nederland, vanuit de westerse wereld, moeten we goed beschouwen en dan moeten we lessen uithalen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Wat ook belangrijk is om de geschiedenis zoals anderen dat ervaren te beschouwen. Ik denk waar we nu vandaag hier staan in het memorial en ook mijn dank naar Robert Buisman, die is hier conservator. Het is een memorial en er zit een hoop aan een museum, die zit hier ook in. Is je af en toe ook in die artefacten te verdiepen. Van het Poolse perspectief, ook op dit soort waarden en normen, ligt toch allemaal net iets anders. En ook als we naar onszelf reflecteren, hebben we het over de vrijheid van meningsuiting. Of bijvoorbeeld de vrijheid van gebrek wat hierop staat. Probeer eens maar eens in te leven als u straks nog, heel kort dan, door het memorial heen loopt. U die vraag te stellen hoe dat voor de vader van Frans was, Konrad, of hoe dat voor Vladislav bijvoorbeeld was in deze tijd. Dat had een ander perspectief op deze waarden en normen. Dit bouwt misschien voort op de vorige vraag. Jij zei ergens midden in je verhaal, er zitten verschillende waarheden aan het concept oorlog en vrede. Ja. Je zei, dat is mijn punt. Ik vroeg me af, is dat iets wat je tijdens een missie ook denkt? En is dat dan altijd verenigbaar met dat wat je op dat moment daar komt doen? Ja ook een hele goede vraag weer. Kijk, ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken die op missie gaat. Het enige wat ik heb is kan reflecteren op mijn eigen ervaringen. En dat is soms best wel lastig. Want de doelstelling of de opdracht waar je mee op pad gaat is niet altijd één op één te verenigen met je eigen waarden en normen. Als je snapt wat ik bedoel. Dus wat belangrijk is dat met missies dat je zelf ook de tijd geeft. Dus zeker als we het hebben over veteranen of als je op missies gaat, is de nut, noodzaak en de doelstelling van een missie, bijvoorbeeld of dat nou in de Sahel is in Afrika of in het Midden-Oosten of dat het in Afghanistan zit, het doel en wat jij toevoegt of bijdraagt aan dat geheel, dus een betere of een veiligere samenleving voor de Afghaanse bevolking bijvoorbeeld. Heel hard gezegd, die rekensom kunnen we pas over 25 tot 50 jaar eigenlijk pas opmaken. Wat we dan toevoegen, ja. Is dat iets waar je aan kunt twijfelen tijdens een missie? Gebeurt dat? Nou, kijk, vind ik lastig om dat te beantwoorden. Ik kan alleen daar reflecteren op mijn eigen ervaringen. De ervaringen die ik heb met missies, die zijn heel intensief. En in die hele intensieve tijd ben je eigenlijk maar met één ding bezig. Dat is met je collega's, met je vrienden om elkaar. En dat is heel bewust. En ik denk dat onderbewust, dieper in jouzelf, de waarden en normen die wij hebben,
dat we die belangrijk vinden. En ik denk ook dat dat het is. Hè? Het gevoel van dat je voor iets kunt strijden, dat je bijdraagt in iets wat je zelf heel belangrijk vindt. Maar ik besef me ook heel goed nu dat bijvoorbeeld voor de Afghaan, die bijvoorbeeld zijn akker, een boer is en zijn akker elk jaar moet inzaaien. En dat is eigenlijk zijn enige levensonderhoud als wij er doorheen rijden, dat het een probleem is. Ik besef me ook heel goed dat wij er zoveel te zijn die eigenlijk indringen in hun omgeving. Waarbij het vroeger de Russen waren, vervolgens de Taliban, vervolgens was het communisme met de Taliban samen. Vervolgens hebben we alles losgelaten en waren het de warlords. En vervolgens zaten wij als westerse wereld, waarbij we nu eigenlijk weer proberen met de Taliban in gesprek te komen en om zo snel mogelijk weer uit het land te komen. Dus het besef van tijd voor de Afghaan ligt toch net iets anders. Ja. Zijn er andere vragen? Ja. Ja. Is dat niet dan een utopie dat we daar los van komen van vooroordelen? Ja, ben ik helemaal niet eens. Dus de vraag is, loskomen van vooroordelen, tegelijkertijd is het niet een utopie om... Om daar überhaupt los van te komen. Om überhaupt los te komen van vooroordelen. Ja, aangeven dat je iets verwerkelijk vindt, is in die zin vooroordelen. Ja, daar ben ik helemaal niet eens. En wat je doet eigenlijk, is dat je mensen buitensluit. Dat is precies wat je doet, ja. En het is heel lastig. En de wereld zit er vol mee. Het enige wat... ik had het met jou, Marcel, over toen we de voorbespreking hiervan deden. Wat is de centrale boodschap voor vandaag? De centrale boodschap voor vandaag is... stel je oordeel uit. Dus ook van of een missie verwerpelijk is of niet. Of die is bijdraagt of niet. Laten we ons oordeel uitstellen. En de tijd geven om te kijken of iets daadwerkelijk verwerpelijk is of niet. Ben je het eens? Dat als mens. Dat is denk ik meer een vraag. Ja. Ja, de vraag is, kunnen wij dat als mens om zo te abstraheren en dat voor onszelf te beantwoorden? Ja, ja dat vind ik ook een lastige vraag om te antwoorden. Mijn persoonlijke overtuiging is dat niet lukt. Het enige wat wij kunnen doen, is ons dat tegen wapenen. Dat betekent, sessies zoals we deze hebben, onszelf die vragen stellen. Ik vind het een hele goede vraag wat je stelt, want wat je doet, is je stelt mijn... Ik geef een boodschap mee en je stelt mijn verhaal ter discussie. Heel veel meer dan dat kunnen wij niet doen. Dus we moeten bereid zijn om elkaar ter discussie te stellen. En dus wat vragen te stellen. En die zijn soms iets dieper en soms ook heel lastig, want er zijn geen antwoorden. Maar die zijn wel belangrijk om af en toe aan elkaar te stellen. Ben je het mee eens? Komt een vraag binnen van Marije. De vraag is, Gijs, je citeerde Thucydides die in 400 voor Christus vocht... in de Peloponnesische oorlog. Ja. Ik heb net het hele boek gelezen. Dat kan niet. Dat zijn 600 en pagina's. Hij beschreef de drie drijvende krachten achter het fenomeen oorlog. Namelijk belangen, eer en angst. Ja. Dat is niet veranderd en geldt nu nog steeds. Is dat niet heel vermoeiend en om moedeloos van te worden? Nee, ik denk het niet. Voor mij niet. Wat het voor mij doet, het geeft mij houvast. En het geeft me houvast om beter te begrijpen precies wat je nou ook aangeeft. Dat wat voor ons misschien object en niet ethisch is, dat het voor een ander heel anders kan zijn. Ik ga niet op de stoel van de Chinees zitten. Maar wat ik wel, als ik abstraheer, wat je net heel terecht zegt, naar een hoger abstractieniveau. Dan zou je kunnen zeggen dat in de westerse wereld, in Nederland, staat het individu ten alle tijde boven het collectief. Je kunt je afvragen dat in de Chinese samenleving, als je gaat kijken wat vandaan komt, Confucianisme, Tao, staat het collectief misschien op gelijke voet, misschien wat hoger als het individu. En dan moeten we onszelf de vraag stellen in de tijd van corona, waar staan we nu dan? Met alle beperkingen van uw individuele vrijheden ten behoeve van de collectieve vrijheid die we bij elkaar nu of dadelijk weer terug willen krijgen. Van, hoe zit dat dan? En het gaat er niet om wie gelijk heeft. Hè? Het gaat er niet om dat het individu belangrijk is, collectief of vice versa. Maar het is wel goed om te beseffen dat we vanuit een andere logica, een ander norm- en waardekader naar de zaak kijken. Ja. Je begint helemaal aan het begin met stellen goed en kwaad. Zo denken veel mensen over vrede en oorlog. En eigenlijk stel je, zo simpel is het niet. Je kunt daar op heel veel andere manieren naar kijken. Ja. Is dat denken bij jou door de jaren heen veranderd? En kun je uitleggen wanneer dat dan eventueel veranderd is? Ik denk dat het een heel gradueel proces is met versnellingen en vertragingen als rivier.
waar je strakke stukjes en snelle stukjes in hebt zitten. Ik kan het niet zo 1, 2, 3 op een lijn leggen waar dat dan ontwikkeld is. Maar ik heb me wel altijd de vraag gesteld. En ik heb het in het verhaal ook genoemd dat als je gaat kijken naar conflict en oorlog en eigenlijk strijd of strife, zoals dat mooi in het Amerikaans heet, het is een menselijke twist. Dus het zit heel diep in ons. En het komt eigenlijk op die filosofische vraag, waar volgens mij de mensheid sinds de tijd dat we op de rotsen aan het tekenen waren met plaatjes, het Sumerische schrift, ons de vraag stellen, is de mens van nature goed of is hij van nature slecht? Maar mijn punt is dat dat niet zo heel relevant is. Dat zijn de uitersten. We zitten ergens in het midden. En alles wat we kunnen doen met onszelf vragen stellen of dingen die we doen, en we kunnen wat meer opschuiven naar het goede en wat meer wegblijven bij het slechte, dan is dat meegenomen. Dus ja, dat is best wel lastig eigenlijk. Hè? Ja. Geef geen antwoord, hè? Ik kom er zo op terug. Zijn er andere vragen? Ja, gaat u alsjeblieft staan. De Polen vochten in West-Europa om terug te keren naar hun land. Dus die hadden een doel voor ogen. Jij bent in Afghanistan geweest. Ja. Je gaf net al aan dat er een bepaalde drijfveer was om de Afghanen te helpen aan vrijheid. Ja. Maar je werd ook door een deel van die Afghanen werd je bestreden. Ja. Hoe hebben jullie dat jij met je kameraden ervaren? Hoe ben je teruggekomen met een idee van ik heb bijgedragen aan de vrijheid van die mensen? Een paar jaar geleden waren er weer tientallen mensen die bij een explosie om het leven komen. Wat voor gevoel ben je teruggekomen met je kameraden? Ja. Mag ik me heel even herhalen? Ja. Je legde de link tussen de Poolse strijders die hier vochten ter bevrijding van Polen. Je bent zelf in Afghanistan geweest ter bevrijding van Afghanen. Niet alle Afghanen daar hebben dat ervaren als jullie vechten voor ons. Welk gevoel gaf dat je toen je terugkwam in Nederland? Ja, Frans. En het is nog veel complexer dan dat. Want het is eigenlijk een te eenvoudige weergave van de werkelijkheid. Maar je zegt van, oké, je hebt dus mensen, Afghanen die met je vechten en je hebt Afghanen die tegen je vechten. Maar de Afghanen die met je vechten, vechten vandaag met je, morgen tegen je en de andere dag doen ze niks. En zo complex zit het eigenlijk in elkaar. En ik denk dat wat het gevoel van satisfactie geeft voor de mensen die uitgezonden worden naar deze regio's, zitten hele kleine dingen. En wat het voor mij misschien wel het meeste gevoel heeft gegeven van oké, het is iets goeds wat we willen doen, is het samenwerken met een Afghaanse politieeenheid, die daar eigenlijk criminaliteit en onrecht op, volgens de Afghaanse leest, daar naar Uruzgan probeerde te brengen. En ik had dus een hele goede relatie met de commandant van die eenheid, Mirwais. En de gesprekken die wij s'avonds hadden, dan heb je ook wel eens een kampvuur, dat wordt niet altijd geschoten. Heb ik ook eens een kampvuur. De gesprekken die we s'avonds hadden met z'n tweeën, met een tolk erbij, zijn met z'n drieën. En dat waren hele waardevolle gesprekken. En daar kijk ik met een heel positief positief beeld op terug. En waar het om gaat, Frans, is niet zozeer de harde kant. Dus dat je onze waarden, normen en idealen, onze vrijheden oplegt op een ander. Maar dat je het zo kunt verwoorden dat het aantrekkelijk wordt. Dus dat de ander naar je toe komt en zegt, vertel nog eens erover hoe jullie dat doen. Want ik vind het heel interessant. Weet je? En dat je ziet dat hoe hij met zijn eigen mensen omgaat, dat er een aantal elementen in zitten. Van, we zeggen van iedereen, elk individu is gelijk. Maakt niet uit waar je van afkomt, wat je religie is en dat soort dingen. En dat je die dingetjes, hele kleine vonkjes, dat je die over ziet springen. En dat is voor mij het gevoel van succes in een missie. Je vertelde in je verhaal over Poolse mannen die na het eindigen van de oorlog voor Nederland opnieuw werden opgeroepen, op dat moment door de Duitsers. En daar stopte dus de oorlog voor hen niet. Nu komt een vraag binnen van opnieuw Marije. Jij hebt gestudeerd in Amerika. Ja. Hoe kijk je naar de situatie in Amerika? Ook daar moet het leger doen wat een president zegt. Maar wat als jij als krijgsheer niet... Krijgsheer, mooi. Niet wil doen wat de staat je oproept te doen. Dat is goed, hè? Dat is een hele goede vraag. De eerste
verwondering die ik had in Amerika, was dat ik dat ook dacht dat het zo werkte. Dat de president daar de algehele zeggenschap had over de krijgsmacht. En toch is dat niet helemaal zo. Wat het mooie is van het Amerikaanse construct, is dat de krijgsmacht, elke militair, legt niet de eed af op de Bijbel of op staatshoofd, zoals ze in Nederland doen. In Nederland kun je kiezen. Je legt de eed of op de koning af, of je legt de eed af op de Bijbel. En in Amerika werkt het niet zo. Dan leg je de eed af, weet u op wie? Op de bevolking. Dus de Amerikaanse krijgsmacht legt verantwoording af, niet naar de president, niet naar de staat, maar naar de bevolking. Ik denk dat het goed is om dat even hier goed weg te zetten. Maar in de praktijk is het toch de president die zegt, wij gaan nu hierheen en u zult volgen. Ja, en in Nederland is het niet wezenlijk anders. Ik heb ook een stukje voorgelezen, dat is mijn onhebbelijkheid als docent, ga maar. Uit artikel 97 van de grondwet is dat in Nederland heeft de regering altijd het opgezag. Dus dat betekent dat de regering in Nederland, de vertegenwoordiging van onze bevolking, het ultieme leiderschap heeft over de inzet van onze krijgsmacht. En ik denk wat belangrijk is, is dat we in... Nou, we kijken nu natuurlijk met z'n allen, met argus ogen, hoe dat gaat aflopen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. En laten de les vanzelf zijn. Dus degene die ons vertegenwoordigt, als dat van Amerikanen, straks Biden of Trump, en in Nederland is het eigenlijk hetzelfde, dat is een reflectie van onszelf. Dus het feit dat we bijvoorbeeld de Amerikaan Trump of Biden verwerpelijk vindt, op het moment dat een van beiden president is, dat is een reflectie, en eigenlijk een spiegel die als samenleving en als individu eigenlijk voorgehouden wordt. En ik denk dat belangrijk is, ja. Het volk krijgt de leider die het verdient, natuurlijk. Hè? Of vice versa, ja. Er komt een vraag binnen ook van Danny. Je vertelde net over de gevechten rond de Djangal-vallei, nu 11 jaar geleden. Zijn vraag is, van al je missies, wat is de ervaring die het meest is bijgebleven en waarom? En wat zou je daaruit mee willen geven aan ons? Ja, kijk, het meeste wat je bijblijft is, je bent altijd, als militairen zijn, dat gaat altijd over de groep. In je eentje kun je niet zoveel, dus je werkt altijd met z'n tweeën. En ik probeer het altijd zo uit te leggen dat als ik bijvoorbeeld deze ruimte in zou komen en je zou de vijand zitten of iemand die heel slecht is en we moeten er wat aan doen. Als ik daardoor de ruimte binnenkom, dit is de sector waar ik iets aan kan doen. Dus van de 360 graden kan ik er ongeveer 120, kan ik er zelf afdekken. Dus mijn veiligheid is per definitie afhankelijk van twee anderen. En dat is denk ik het allerbelangrijkste in dit soort situaties. We werken met kleine clubjes, waarbij je altijd afhankelijk bent. Je eigen veiligheid is altijd afhankelijk van hoe de ander zijn werk doet. En als je dan een van je kameraden in de strijd verliest, dan denk ik dat de dingen zijn die misschien het meest impactvol zijn van missies. Kun je daar een specifiek voorbeeld van geven? Ja, wij zijn in deze operatie in Djangal in september, zijn wij Kevin van der Rijt zijn wij verloren in een gevecht. En dat niet alleen. Wat je ook ziet is bijvoorbeeld Kevin niet mee kon komen in een procedure om eigenlijk ons los te weken van de vijand in het gevecht. Dus die zat achter een steen, die is er ook uiteindelijk blijven zitten, die zit veilig daar. Maar op een gegeven moment is die ook door de vijand is hij getroffen, dodelijk. En Kevin is denk ik een uur of anderhalf tot twee, zoals ze het noemen in jargon, missing in action geweest. En ik denk dat dat impact heeft, maar wat ook impact heeft, is tegenwoordig, iedereen communiceert met elkaar. Dus wij communiceren met elkaar, maar je communiceert ook met de vijand, met de Taliban. En de Taliban communiceert ook met jou. Dus we kunnen met z'n allen via verbindingen naar elkaar luisteren. En dan hoor je de verhalen, wat ze met hem aan het doen zijn. Dus we hebben hem gevonden, we nemen hem nu mee en dat soort dingen meer. En ik denk dat op zo'n moment zelf wel impact maakt op wat het is. En om op jouw vraag, jouw opmerking terug te komen, is op het moment zelf is het heel duidelijk. Hè? Dat, weet je, daar heb je voor getraind, je weet wat het belangrijk is. Dus de vent eigenlijk naast jou, dus je doet er alles aan, hè, met gevaar voor eigen leven, om Kevin terug te halen. Nou, of hij nou dood of levend is, dat maakt niet zo heel veel uit. Weet je, dat is dan de missie. Maar achteraf, terugreflecterend, je kijkt naar bijvoorbeeld de vijand die je op de radio hoort, hè, wat voor soort verschrikkelijke dingen ze met hem aan het doen zijn. Hè, dan, dat is voor jou heel duidelijk. Je bent vijand, je bent precies zwart-wit, hè? Wij zijn goed en jij bent slecht. Jaren later, als je op terugreflecteert, dan maakt het niet zo heel veel uit wat goed en slecht is. En wat ik mezelf toe heb gedwongen, is ook, wat als je nou eens inleeft in de situatie van de ander, wat zou je dan doen?
Waar ik niet wil zeggen dat, dat er een logica of dat je goed praat of dat soort dingen. Maar wel dat je de ander beter leert begrijpen. En ook leert begrijpen wat hij nou eigenlijk wat hij nou om vraagt en wat hij nou eigenlijk nodig heeft. En dat is niet, vaak is het niet totale dominantie of weet je, zoveel mogelijk westerse doden. Vaak is het iets anders wat op een hoger niveau ligt. En ik zou je sterker vertellen, als je de vrijheden van Roosevelt daar op het lijstje zou zetten, dan is het voor hun, zijn het die vier vrijheden waar ze aan het werken zijn. Vanuit hun eigen ideaal. Alleen is een ander perspectief op de wereld zoals wij dat hebben. Ja. Mm-hmm. Dus eigenlijk geeft het toch aan dat op het moment dat we dat kunnen overdragen op een andere samenleving, dat het dan succesvol is. Maar dat zou toch niet het uitgangspunt moeten zijn waarom we daar zijn. Dat is toch de kracht uit hen naar boven halen in plaats van die van ons op hen projecteren. Ja, heel goed vraag. Ja, dus eigenlijk met welke reden ga je daar naartoe? Ja. Is dat het afdwingen van iets? Nou, het is niet zozeer afdwingen, want je hebt het waarschijnlijk op een hele natuurlijke manier tot stand gebracht. Mm-hmm. Krijg je niet het effect dat je ook ziet wat er gebeurt, denk ik. Maar ik vind het, als je aangeeft van ja, we moeten loslaten van vooroordelen. Vervolgens geniet je ervan dat je succes hebt behaald. Ja. Filmpjes, hè, want ze gaan nu anders met elkaar om. Maar dat is wel onze cultuur. Ja. Dus in die zin ben je dan toch weer aan het projecteren in plaats van dat je... Ja. Dus het loslaten van vooroordelen, daar ging het over. Tegelijkertijd beschreef je, ik voel vonkjes wanneer zij van individu tot individu denken. Ja. En dan is de vraag, dat is toch iets wat wij uit onze cultuur herkennen. Ben je dan toch niet weer aan het projecteren? Ja, nee. Altijd waar. En ik denk, het interessantste is het nee-verhaal op je opmerking. En ik denk, nee, want waar het hem in zit, is dat je met jouw lokale of jouw Afghaanse collega, is wat die aan het doen is. En het is niet zozeer hetgene wat jij laat zien, proberen dat zeg maar, te kopiëren. Maar wat die doet, is proberen zich in te leven in jouw situatie. Maar hadden wij dat niet andersom moeten doen? Hadden we dat niet andersom moeten doen? Ja, we doen echt ons best. Ja, klopt. Ja, dat gaat niet altijd goed. Ja. Nou ja, je hebt terecht opmerking. Dat klopt. En ik denk dat wij dat op individuele basis, als mensen onder elkaar, dat heel veel doen. Maar ik denk, zodra we in een ambt zitten, alsof dat nou beleidsmedewerker is, projecteert op de huidige crisis. Hè, als jij bij het RIVM zit, hoezeer denk jij dan... Als je bijvoorbeeld kijkt naar de grafiekjes van Jaap van Dissel, die gisteren of vandaag in de technische briefing heeft gebruikt... Die grafiekjes worden door iemand gemaakt. Maar de vraag is of diegene die die grafiekjes maakt, precies wat je zegt, zich ook inleeft in wat de effect is van die grafiekjes. En dat wil niet zeggen dat je die grafiekjes niet moet maken of dat je ze andersom moet zetten. Maar wat wel over gaat, is dat je wel beseft of je af en toe de vraag stelt of een collega zegt, maar weet je wat de impact is van dit soort grafiekjes? Want alle grafiekjes die erin staat in de technische briefing gaat heel weinig over de sociale implicaties van wij als mensen ten opzichte van elkaar eigenlijk van zijn. Dat is geen kritiek naar het beleid, alles behalve dat. Maar ik denk wel, als je dat projecteert op bijvoorbeeld hoe je in Afghanistan of in Irak of in Afrika in de Sahel aan de slag gaat, wat we bij onszelf elke keer moeten oproepen, dat is hetgene wat elke keer onder druk staat. Maar dat is ook hetgene wat bij mensen uiteindelijk vroeging en dat soort dingen allemaal teweeg brengt. Dus ja, we moeten dat soort vragen bij elkaar blijven stellen. En wat je ook doet, ik denk dat dat heel goed is. Gewoon kritisch zijn, zeg maar, je zegt A, daarna zeg je B. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Is er binnen Defensie ook ruimte voor? Hoeveel discussie is er over binnen Defensie? Ja, weet je, bij deze wil ik je uitnodigen om eens, zodra de coronatijd voorbij is, om gewoon eens een keer aan te sluiten. Hoe wij in onderwijs, we noemen dat professionele militaire educatie, hoe we ermee omgaan. We stoppen er heel veel tijd in. Dat wil niet zeggen dat het altijd succesvol is. En het wil ook niet zeggen dat we het altijd bij het juiste eind hebben, alles behalve dat. Maar ik denk dat wij dan onevenredig hoeveelheid en aandacht en energie insteken. En die ja, misschien niet altijd zichtbaar is voor het grotere publiek. Ja. Mogen daar camera's bij zijn? Ja, zeker weten. Zullen we er dan zo gelijk een datum voor prikken? Het lijkt mij heel interessant om daarbij te zijn. Eerste week van januari. En misschien wordt het online, dat kan ook. Heel goed. Er komt een vraag binnen over als er een film wordt gemaakt van je leven. Wat zijn dan drie scènes die er zeker in voorkomen?
komen we zo op terug. Mag je vast over nadenken. Komt hier ook een vraag uit de zaal? Ja. Ik zou iets kunnen zeggen over eventuele criteria die je zou kunnen hanteren om te besluiten of je oorlog toepast om vrijheid te bewerkstelligen. Oké, welke criteria zou je aanhouden, als dat al kan, om te zeggen oorlog is nodig nu om bepaalde vrijheden af te dwingen, te bevechten? Ja. Precies, dus we gaan wel naar Irak, we gaan wel naar Afghanistan, gingen. En andere landen zijn daarvan gevrijwaard, daar gaan we niet naartoe. Was het wellicht ook een mogelijkheid geweest om diezelfde gevechten aan te gaan met hetzelfde doel? Ja, ik sta vandaag natuurlijk niet in mijn militaire pak, omdat ik mijn voet heb gebroken. Maar goed, anders heb ik wel in een militaire pak gestaan. Wel lastig om op die manier deze vraag te beantwoorden. Ik denk wat wel interessant is, is dat je dit soort vragen die je hebt, ook gewoon als je... een paar maanden of je keuze voor de Tweede Kamer, je vote zeg maar, opstuurt of dat je in het hokje je kruisje zet, die vraag eens een keer stelt. Dus op welke partij stem je nou? En wat is niet alleen wat is het verkiezingsprogramma, wat is de filosofie, wat is het gedachtegoed wat erachter zit? En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En wat je ziet, hè, nou, ik denk dat terecht is, is de vraag die we onszelf moeten stellen, is als je het hebt over de inzet van de krijgsmacht, wat gaat over die vier vrijheden van Roosevelt, wat we belangrijk vinden met z'n allen, hoeveel, dat is geen kritiek, hè, maar hoeveel pagina's in de verkiezingsprogramma's van onze partijen erin zitten. Dat zijn er niet heel veel. Dat zegt niet zoveel over de partijen, maar dat zegt des te meer over ons als samenleving. Maar hoe belangrijk vinden we nou eigenlijk? Is dat een antwoord op je vraag? Ja. Vrijheid. In hoeverre je kan gaan zeggen van nou, het wordt op een hoger niveau. Vanuit de leer ook gezegd van nou, er zijn situaties ook kijken naar de geschiedenis. Ja. Waar een criteria toegepast om te zeggen van nou, nu gaan we daar in die oorlog om die mensen te bereiken. Ja. Andere landen, bijvoorbeeld Saudi-Arabië, totalitaire regime, dus toch weer terug naar de vraag over criteria in het verleden en ook zeker in de toekomst. Ja. Waarom zijn bepaalde landen wel en andere landen niet subject? Ja. Is dat bijvoorbeeld haalbaarheid of is dat dat ze echt heel weinig met ons te maken hebben? Ja, kijk, wat we altijd heel belangrijk vinden zijn concrete doelen die je kunt realiseren en die we zichtbaar kunnen maken. En alleen de lastige daarvan is, hè, als je hele concrete doelen stelt, en die doen we ook altijd, als Nederland stellen we altijd doelen daaraan vast. Ik denk dat het goed is, maar je moet je ook beseffen dat die informal zijn, hè, dus niet echt tastbaar. Een goed voorbeeld is, we hebben natuurlijk de missie in Mali gehad, we zijn er 4 jaar geweest met een best wel grote Nederlandse inzet. Met de doelstelling om het land een stukje veiliger te maken en wat te doen aan wederopbouw van economie en dat soort zaken meer. Maar hoe meet je dat? En wat is nou eigenlijk concreet wat je erachter laat? Dus wat ik geloof is dat de reden dat je als land of als samenleving interveneert in de business van een ander, is dat moet uit een goed hart komen. Waarbij je wel bereid bent om niet alleen vanuit je eigen te redeneren en zeggen van oké, wij vinden het belangrijk dat in bijvoorbeeld in Afrika iedereen scholing moet hebben. Dus iedereen vanaf 4 jaar gaat naar school. Ja, wat je doet in Afrika, ik ben een paar keer in Mauritanië geweest. Weet je wat je doet in Afrika als je dat doet? Je zegt oké, jullie gaan allemaal naar school, ik bouw een school en iedereen gaat naar school. Dan is het de hele samenleving omvallen met bestaan. Want al die kinderen, die handjes, zijn ook nodig op het veld. Dus het doel wat we hebben is lange termijn. En daarom moeten we soms moeten we gewoon geduld hebben bij hoever we... resultaat hebben. Dus ja, criteria. Ja, we moeten concrete doelen hebben. Maar B, ik denk misschien dat het allerlangste criteria, het allerbelangrijkste criteria naar onszelf toe. We moeten de bereidheid hebben om ons oneindig in tijd en plaats en middelen in te zetten voor zo'n regio. Ja, dus niet 4 jaar naar Afghanistan, niet 4 jaar naar Mali, maar gewoon een lange termijn perspectief. En België doet het heel leuk. België hebben een hele specifieke aanpak. Dat begint nou langzaam wat vruchten te krijgen. Dat noemen ze localization. Dus wat ze doen, ze beginnen niet met een groot plan
van oké, dit zijn de vier vrijheden. Oké, die zullen wij hier eens voor jullie gaan implementeren. Die beginnen eigenlijk heel lokaal en heel klein met de vraag, oké, in een dorpje, op een marktje, wat hebben jullie nou eigenlijk nodig? En van daaruit gaan ze lokale initiatieven met elkaar verbinden en hier en daar de middelen de opleiding of skills, of soms is het gewoon geld, soms is het kennis, en die langzaam op vraagbasis aan te bieden. Dus dat zou het zijn. Ja, het moet meetbaar zijn. En de tweede is, hebben wij de bereidheid om hier eigenlijk oneindig in te blijven investeren met z'n allen? Wij komen richting een afronding. Ik wil je toch nog iets voorleggen. Ja. Toen ik jou eerder sprak in de voorbereiding, dacht ik, wat een positieve, slimme, snelpratende man. En net toen ik jou hier hoorde spreken, dacht ik weer, wat een positieve, optimistische man. Ja. Toch zit er ergens midden in jouw verhaal een beeld van een pendule die het wankele evenwicht van de vrede tussen oorlog aan de ene kant en oorlog aan de andere kant beschrijft. Eigenlijk zeg je, die vrede is eigenlijk alleen maar een periode tussen oorlog en oorlog. Ja. Dat lijkt me nogal een demoraliserend beeld. Ten opzichte van wie? Vanuit welk vooroordeel beschouwd? Het lijkt mij lastig om dat te denken wanneer ik ergens naartoe uitgezonden word. Laat me het zo zeggen. Ja, maar wat het wel doet, het is wel een reëel beeld van de realiteit eigenlijk. En waarom zeg ik dat? Ik verzin het niet zelf. Het is niet, dat is wel mijn lezing van de zaak. Maar moet u maar eens een keer terugkijken door de geschiedenis, door de historie heen. Vanaf het begin van de menselijkheid, van het bestaan, is conflict, strijd, om ook belangen. Hè. We denken vaak dat belangen universeel zijn, maar die kunnen wel degelijk van elkaar verschillen. Zien we eigenlijk strijd. En ik denk het tweede argument wat voor geld is, hoewel ik niet voor strijd ben, ik ben geen ambassadeur voor oorlog, alles behalve dat, zien we dat conflict en strijd ook spin-off heeft. Waarbij we bijvoorbeeld de vier vrijheden van Roosevelt en hoe we die nastreven. Ik wil niet zeggen dat we die niet hier op bord hadden staan, dat we vandaag niet bij elkaar hadden gezeten zonder een Tweede Wereldoorlog. Het feit is wel dat die Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden en dat dit soort dingen ons wel een spiegel hebben voorgehouden wat wij nou echt belangrijk vinden. En ik denk dat je zo eigenlijk, als het positivist, eigenlijk terug moet kijken naar waar we vandaan komen, waar we nu staan en hoe we eigenlijk de toekomst tegemoet gaan. En ik wil dan toevoegen, als we het idee hebben dat vooruitkijken dat alles beter wordt, dat het eigenlijk de menselijkheid, onze beschaving een vorm is van het stapelen van the goodness of all, dat we steeds beter worden. Ik zeg niet dat het niet zo is. Mijn lezing van de zaak is, als ik kijk naar historie, dan zie ik eigenlijk een soort van slagen, waarbij we stukjes verliezen, dat nieuwe dingen voor in de plaats komen. En ik denk dat we dat goed voor ons licht kunnen, voor ons, als een punt aan de horizon moeten houden. Hoewel we object zijn voor oorlog, hoewel we object zijn voor conflict en alles wat wij vinden dat tegen onze waarden en normen instuit. Het niet wil zeggen dat in de toekomst iedereen daar per definitie mee akkoord is. Gaan we bijna afronden. Ik had beloofd nog terug te komen bij de vraag van Brandon. Als er een film zou worden gemaakt van uw leven, wat komt er dan zeker in? Ah, nou, sowieso mijn kinderen, hè? Daar beginnen wij. Ja, ik denk drie positieve dingen. Wat zou dat zijn? Mijn kids, ik denk wat ook heel belangrijk is weet je, als je als militair op pad bent, dan gaat het echt om de verbondenheid. We hebben hier Rogier bijvoorbeeld, die is er vandaag. Hoe lang heb ik jou niet gezien, Rogier? Ja. Meer dan 10 jaar. En we hebben allerlei leuke dingen gedaan. En nu zie ik elkaar na 10 jaar. En het is dat ik mijn vriendin hier heb die mee terugrijdt. Anders zou ik zo bij mijn auto springen. Hè? En waarschijnlijk kwamen we niet aan. Omdat we ergens tussendoor... Ja, je mag z'n tweeën mag nog een biertje drinken. Het is allemaal dicht, hè? Ja. Nee, maar ik denk dat een element zou zijn van wat belangrijk is. En denk het derde wat belangrijk is in zo'n film is... misschien wat we net over hebben gehad. Hè? Dat niets is wat het lijkt. Degenen die strijden in een oorlog, of dat nou speciale eenheden zijn, dat zijn niet allemaal war junkies, maar ze zijn wel op zoek naar avontuur. Het is niet zo dat ze allemaal strijden en in Afghanistan of waarover ter wereld of in een F-16 of het gevechtsveld vliegen, omdat ze puur en alleen geloven in de good cause. Het is een combinatie van die dingen. En de grap is, dus als je dan als afsluiting die driehoeken hebt, zeg maar, of dat dan die pendule is. Ja, dus je hebt dus belangen, je hebt overtuiging waar je in gelooft en je doet dingen samen. En die drie dingen is uiteindelijk wat je de kracht geeft bij inzet.
Dankjewel. Eindigen we weer met een drieslag. Ja, nou, al het goede komt een drievoud, hoor. Heel goed. Mag je een heel groot applaus. Gijs Tuinman. Dankjewel. En ik zie Jasmijn al om de hoek komen. Met een heel mooi pakket voor je. Mooi. En, oh, echt waar? Dat vind ik heel lief. Je hebt ook best gedaan. Nou, dat is wel een uitdaging. Even kijken, want dan kan ik dit niet meer lezen. Leg het heel even neer. Wil ik jullie thuis nog zeggen, en ook aan jullie uiteraard. Check vrijheidscolleges.nl. 12 november dus, eerst volgende met Sinan Can. Dan zonder live publiek, maar wel met iedereen online. En ook dan mag je weer vragen stellen en er lekker bij zijn. Daar kijken we heel erg naar uit. En dank jullie wel voor jullie komst en deelname. En nog één keer heel groot applaus. Dank je wel. Gijs. Echt gaan.